steken. Waarom heb je die meegenomen? Dat ik een jaar of 8 was. Toen moesten we op school een tekening maken. En op een of andere manier is dit eruit gekomen. Dat is mijn eigen voorletter. En dit staat ook model voor je leven eigenlijk? Ik ben geboren tussen de grondverzetmachines, dus ja. Hier in het midden zie je een vrachtwagen. Ja. Rijden voor aannemers, rijden puin van een locatie. En dat breng je naar de recycling. En 3 maanden later bellen ze je op of je even wil laden op de recycling. En dan ga je laden en dan zeggen ze, nou breng het daar maar weer heen. En dan kom je op het punt waar je eigenlijk 3 maanden geleden dat puin opgehaald hebt. Nou, als je wat gaat slopen, dan zet je het een graafmachine neer en dan haal je eigenlijk alle materialen weg. En wat blijft er nou als laatste over op de locatie? Dat is puin. Nou, dan komt er een ontwikkelaar en die gaat zeg maar wat nieuws neerzetten. Het eerste wat ze dan weer aanleveren, dat is zand of steenkorrel. Steenkorrel is feitelijk gerecycled puin. Stel je nou eens voor dat je dat ter plekke kan doen. Ik heb een jaar getest, 2008. We zijn een jaar met onze eigen bak gaan testen die we zelf gemaakt hebben. Ik heb op het ogenblik een samenwerkingsverband met Veracht uit Nederland. En die jongens die hebben hem doorontwikkeld samen met mij. En daar zijn we ook net mee aan het testen geweest. En we moeten nog wat kleine kinderziektes eruit halen. Volgend jaar gaat hij de markt op. Maar uiteindelijk denk je ja, als je natuurlijk niet met al die vrachtwagens heen en weer hoeft te vliegen. Dan kost het ook geen brandstof. Dus dat is goed voor het milieu. Er gaat veel minder kosten in zitten. Je hebt geen stortkosten om van het puin af te komen. Je hoeft korrel ook niet meer aan te kopen. Je hoeft het ook niet meer terug te brengen. Dus dat kan volgens mij 200-300% goedkoper. Dat maakt feitelijk projecten veel eerder haalbaar financieel.